Ja, dit is een superleuk topje. Oh my god, dit is het leukste van alles. Nou, deze vind ik dus echt superleuk. En mijn borsten worden daardoor ook best wel klein, omdat hij dus gewoon het heel erg naar beneden trekt. Hoi allemaal, ik heb vandaag eindelijk weer een shoplog voor jullie. Het zijn weer allemaal online dingen. Alleen deze dingetjes zijn van, zien jullie dat, AliExpress. Dus dat komt in een aparte video. En, oh ja, dit gedeelte van hier tot hier, dat zijn gewoon mijn eigen kleren. Maar voor de rest, al dit is voor deze shoplog. Mensen die een shoplog leuk vinden, ga er lekker voor zitten. Mensen zeggen altijd, pak er wat lekkers bij ofzo. Maar ga er gewoon lekker voor zitten en ik ga er helemaal met jullie doorheen. En tegenwoordig zie ik dat YouTubers zichzelf filmen in de spiegel als ze iets passen. En dat is eigenlijk zoveel chiller. Want heel vaak heb ik kleding waar ik me helemaal niet fijn in voel. Of een badpak ofzo. En dan moet ik daar een beetje gaan poseren op camera alsof ik me sexy voel, terwijl ik me dat helemaal niet voel en ik gewoon mijn kleren aan het laten zien ben. Dus ik heb alles nog niks gepast, volgens mij. Nee, ik heb 2 dingetjes of zo gepast, de rest nog niet. Dus ik ga straks na het filmen met jullie mee naar de spiegel, of jullie gaan met mij mee naar de spiegel. En dan pas ik dingen en dan kijk ik wel wat ik wel en niet laat zien. Heel veel badkleding, echt heel erg veel. We gaan nu lekker beginnen, heb je er zin in? Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Eindelijk weer een shopvlog. En vergeet te abonneren als je dat leuk lijkt. En als je het nog niet hebt gedaan. Als je het wel hebt gedaan, dan moet je het vooral niet doen. Ik ga lekker aan deze kant beginnen. Het kan dat ik misschien een shop met elkaar door elkaar haal of zo. Maar alle linkjes staan in de beschrijving. En ja, even kijken. Dit is van... Volgens mij beginnen we nu met Rose Gel. Het gekke is dat een paar dingen van Rose Gel in een zakje kwamen waar Zafel op stond. En hier hangt ook een kaartje Zafel aan. Ik heb altijd al het idee dat die bedrijven een beetje hetzelfde zijn eigenlijk. Maar... Toen zei ik het tegen Rutte, zei hij, is Zafel dan niet gewoon een winkel en verkoopt Rose Gel de kleding van Zafel? Even mijn shirtje zo. Maar, ik heb dit dus nog helemaal niet gepast. Dit is het eerste item. Dit is een badpak. Ik heb 2 badpakken met zo'n printje. Het is altijd maar de vraag of ik deze ga passen. Hij is van achter een soort van gekruist, dus ik kan niet zo goed zien hoe breed die nou is. Maar het lijkt alsof ik er wel in kan passen. En hij is niet zo'n V-line model. Jongens, het is heel ver weg, ik weet het. Maar het eerste badpak past echt niet. Met die te hangen er helemaal uit. Dit is gewoon echt veel te klein. En dan is het volgende item dit badpak. Het is een heel dun stofje. Gewoon niet zo'n corrigerend badpak. Maar zo'n stevige stof. Dat ik laatst ook op Snapchat liet zien. Ik heb er nu een van H&M. Die is echt top. Weet je, die trekt alle stakken. Het is dit niet. Heel dun. Super simpel. Maar dat soort badpakken kunnen ook, zelfs bij mij ook, gewoon mooi staan. Het is alleen zodat je buik niet platter wordt of zo. Er zit geen vulling in. Het is gewoon echt het dunste stofje van het dunste. Ik vind het altijd wel belangrijk wat voor model het heeft. Dus dat zie je hier. Ik hou niet van dat hele hoge. En dit is de rug. Hier staat dus ook Zafel op. Dan gaan we nu ook kijken hoe die staat. Nou, deze geeft dus helemaal geen steun of zo. Het laat ook niet je borst staan. Ik zoom trouwens best wel erg uit, maar dan komt me daar gewoon fijner bij voelen. En jullie zien het wel. Best wel gewoon een prima badpak. Als je gewoon niet echt behoefte hebt aan iets heel stevigs of corrigerends. Dan heb ik iets heel erg moois. En ik heb dit nog niet gepast. Het ziet er wel super klein uit. Ik weet ook dat dingetjes gewoon klein vallen. En normaal ging ik heel erg goed kijken naar de maattabellen. En dan kwam ik uiteindelijk altijd uit bij truien en zo. Dit keer dacht ik probeer gewoon dingen. Als het mij niet past, maak ik iemand anders er blij mee, weet je wel. Ik vond het gewoon leuk om een keer dingetjes te kiezen die ik heel graag gewoon wilde zien. Ik wilde gewoon zien hoe is het in het echt. Nou, dit is super mooi. Ik ga er even bij staan. Het is zo'n mooi topje. Maar dit is een XL. Hij is wel stretchy. Kijk, je ziet nu al, het is natuurlijk niet echt mijn boekmaat. Oké, er zit geen stretch in de band. Ik krijg hem net niet dicht. Nu moet ik zeggen dat mijn omvang... wel echt zeker 80, misschien wel 85 is. En de cup is heel erg klein, dus dat kun je altijd al verwachten bij dat soort webshops. Dit is gewoon een A-cup eigenlijk. Misschien met een B zou je hem ook nog wel aankunnen, maar groter niet. En hij valt een beetje als een 75, denk ik, qua omtrek. En dat, jullie zien mijn hoofd ook niet. Het broekje, ik ga het broekje even aandoen. Nee, het broekje komt zeg maar als dit mijn onderkant is... Komt het broekje tot hier en tot hier. Dus ik ga hier iemand anders bij me maken. Maar hij is wel heel erg mooi. De kwaliteit is echt top. Super mooi. Kijk, je klikt het broekje dus dicht. Dit is hem. Het is wel een hele lange vagina gedeelte of zo. Of gewoon hele dikke billen misschien. Een beetje een luier ding. Maar ik vind hem wel super mooi. En de kwaliteit is echt mooi.
Dus dat was mijn review over het ondergoed. Nee, er komt meer. Dit wordt een hele langzame, slome video. Maar het maakt me tegenwoordig ook wat minder uit. Denk ik. Weet je, ik plaats één keer een video in de week. Als je mijn video's leuk vindt, vind je mij hopelijk ook een beetje leuk. Dus dan vind je het prima om naar wat langere video's te kijken. Dan dit ding. En ja, ik weet het dus niet zo goed. Toen had ik me ook al een keer eerder gezien. En toen dacht ik ook al van, oh wat een superleuk ding. Het is dus een badpak. Maar doordat het weer zo in de rug geknoopt is, kan ik niet zo goed zien hoe die nou precies valt. Kijk, het is super cute. Het is een beetje, het is zeker geen V-line. Het is eerder een beetje zo'n broekjesmodel. En ook, zitten er nou knoopjes? Oh nee. Hele dikke stof. Ook van achter. Dus het is best wel een soort bedekkend. En er zit ook echt vulling hierin. Van die hele dikke, enorme pad. En hier hangt het er dus een beetje overheen. Ja, ik weet niet of ik dit pas. Het is echt een beetje een broekje. Dan het volgende. En het is een bikini. En ik kwam er ook achter dat je dus kunt zoeken op plus size model. Want ik ben 100% plus size daar. Eigenlijk moet ik niks kopen wat geen plus size is. Het is een XL. En ik vond het er dus heel erg raar uitzien. Zwart is altijd moeilijk te zien op beeld. Ik kom alweer wat dichterbij. Kijk, het hangt hier dus een beetje. Dus ik denk van, is dat omdat het dan je buik hier zo een beetje, weet ik niet. Of is het een soort van piemel gedeelte. Ik heb het niet gepast. Ik denk wel dat die past. Ik ben heel erg benieuwd. En dan zit er een topje bij. Oh ja, ik probeerde dus net het topje. Een soort van, het is trouwens wel, dit is gewoon echt een hele stevige top. Maar het voelt wel een beetje cheap. Maar ik moet zeggen dat ik dat heel vaak vind bij dit soort tops. Hier past op zich wel een grote cup in. Oké, deze omtrek past wel. Maar het rare is dus dat... Oh ja, dit is zo... Kijk dan. Ik heb nu natuurlijk een BH aan. Maar ken je dat? Dat had ik het laatst met mijn schoonzusje over. Dat je BH zo loopt. Dus je tieten een soort van worden ingedrukt. En dat hier dan nog tiet waarschijnlijk boven gaat zitten. Zie je dat ik bedoel? Het moet zo lopen en niet zo. Maar qua omtrek past die dus. Alleen het hele rare is, hier zit een touwtje achter. En die moet je dan voor ergens vastmaken. Maar ik heb serieus gezocht. Is het hier? Nee. Je kan het nergens instoppen. Dus ja, dat vind ik dan wel weer een beetje een rare situatie. Deze is ook echt top. Het broekje is perfect eigenlijk. En... het topje is ook best wel heel erg goed. Oh, dit is super cute. Ik had daar iets anders van verwacht. Je kan het dus heel lelijk vinden of je vindt het waarschijnlijk geweldig. Mijn mening is eigenlijk een beetje neutraal. Maar dat is dit setje. En dit is meer gewoon voor thuis of zo. Een soort van sexy iets. En dit ga ik sowieso ook geen aanbod van laten zien. Dus ik trek het alweer eventjes nu aan. Kijk, het is gewoon dicht. Het is niet dat je het vast kunt maken of zo. En het past wel gewoon. Dit is zo'n random video. En het zit ook echt best wel heel erg lekker. Het is gewoon een soort van huispakje, maar dan een beetje naked. Ik vond het dus niet heel sexy of zo, als ik het zo zie. En het broekje zit dus heel strak. Dus ik pas hem wel. Als het een bikinibroekje zijn, zou het top zijn. Maar ik had even gedacht dat het zo'n soort loszittend broekje was. Net als, maar dat zie je niet. Ik heb het nu ook gewoon aan. Gewoon zo'n chill loszittend broekje. En het zit dus heel erg strak. Dus dan lijkt het bij mij heel erg op een oma onderbroek. Maar als je zo'n mooi slank lichaam hebt, is dit echt super sexy. Je had hem ook in het donkergroen. En het is best wel een mooie, ja, mooie kwaliteit. Velvet. Ik vind het zelf super leuk. Dus qua maat kun je dan best wel voor je eigen maat gaan. Want hij past dus zeker wel. Alleen bij mijn buik en zo is het gewoon niet mooi. Want je zit gewoon een buik in. En als je een mooie platte buik hebt, is dit wel heel erg leuk. En volgens mij was deze ook best wel goedkoop. Dus, en het topje zit super chill. Dus dat is heel erg leuk. Dit is nog steeds Rose Girl allemaal. Dit badpak, het is dus weer met zo'n patroontje, maar hij is best wel anders. Kijk, als je ze naast elkaar ziet. Het zijn echt wel hele andere badpakken. En deze had je ook. Dit is dan een lichtgroene achtergrond. Je hebt zomaar donkergroene bladeren en lichtgroene achtergrond. Je hebt ook nog lichtroze achtergrond en geel. En misschien nog eentje. En ik vind dit badpak er eigenlijk wel heel erg mooi uitzien. Dit is dus al veel meer een badstof. Ik ben benieuwd hoe dit bij mijn borsten staat, maar dit is helemaal hard. Dus je hebt hier onder een beugel en dit is eigenlijk ook, zeg maar, materiaal van een beugel. Ik kom weer wat dichterbij. Dit is hoe die eruit ziet. Ik denk alleen niet dat ik erin ga passen. Maar ik vind hem wel echt heel mooi. Het is al veel steviger.
Als je bijvoorbeeld vergelijkt met die eerste groene die ik liet zien, of die tweede, zeg maar. Dus deze. Dan is dit al veel meer een badpak die je gewoon... Dit zou je echt in de H&M kunnen zien. En hier heb ik zelf ook nog de bandjes aan de achterkant moeten vastmaken. Wat ik niet snap, want... Oh, je kunt ze er helemaal afklikken. Als je best wel grote borsten hebt, is dit echt een geschikt badpak voor jou. Want dan heb je zo'n mooie strapless big boobie model. Dit is echt zo'n boobies model badpak. Super mooi. Ik ben benieuwd hoe die op me gaat staan. Ik denk dat ik hem dus niet was. Net te klein. En mijn borsten worden daardoor ook best wel klein, omdat hij dus gewoon het heel erg naar beneden trekt. Maar dit model is al veel volanser, zeg maar. Dit is echt een heel mooi badpak. Ik denk als ik 5 kilo lichter ben of zo, dat deze super mooi zit. Ja, dit is echt een heel mooi badpak. Maar nu kan ik hem helaas echt niet aan. Wel een ander echt super mooi badpak waarvan ik ook niet weet of ik erin ga komen. En ik weet eigenlijk ook helemaal niet of ik dit zou durven dragen of zo. Maar zoals ik al zei, anders maak ik er iemand anders blij mee. Dit is een super mooi badpak. Je zou bijna denken een soort van... Dat je het thuis zou dragen, maar het kan dus ook als badpak. Wel een beetje een gek stofje. Dit is dus helemaal velvet. Super mooi. Echt een super mooi model. Best wel hoog weer. En van achter ook. Is best wel bloot. Komt weer wat dichterbij. Deze kun je niet eraf halen, de bandjes. Het zijn wel verstelbare bandjes. Heel erg mooi. Ik vind hem op beeld. Misschien lijkt hij iets lichter op beeld dan. Ja. Hij is iets donkerder. Het is echt wel een mooie donkerkleur rood. Echt zo'n kerstkleur. Hij is niet ordinair rood of zo. Super mooi. Ik weet niet wat deze kosten, maar ik vind hem er erg chic uitzien. Ik hoop dus zo dat deze past, maar weer het lengte. Hij trekt wel heel erg mooi strak. Het is heel erg mijn badpak, maar als ik mijn hand hier weghaal, dan zie je mijn complete borsten. Jammer. Heel jammer, want als je dus slanker bent, echt een aanrader dit badpak. Hij trekt heel mooi strak, heel mooi stevig stofje en super chic. Dus ja, helaas. Nog meer badpakken. Deze vind ik, dit was volgens mij een XL badpak, maar deze vind ik er persoonlijk niet mooi uitzien. Hij ziet eruit alsof hij al, dat zie je misschien niet op camera, maar heel flat, alsof hij al super vaak gewassen is. Het is in ieder geval dit model. En hij heeft ook echt wel, en je ziet ook echt wel dat het meer zo'n plus size model is. Dat zie je ook aan de vorm van de billen. Die lopen wat meer rond in plaats van recht of zo rond. Hol, dit is meer bol zeg maar. En ik denk dat ik hier sowieso wel in pas. Dit is ook meer een hoge rug, wat ik fijn vind. Als je wat voller bent, vind je dat waarschijnlijk fijner. Wel gevoerde cups. En dit is wel gek, want dit zit hier een soort van los. Maar dit is hem. Waarschijnlijk als je hem aan hebt, zie je dat fletsige niet. En het is een beetje een dun, heel dun stofje. Ik vind de kwaliteit, dat is niet dat ik hier zeg van wauw, super kwaliteit badpak. Maar ik denk als je hem aan hebt, dat je dat verschil helemaal niet gaat zien of merken. Het is een heel raar ding. Het lijkt nu misschien van oké, hij past. Maar hij trekt hier dus. Maar het voelt alsof de band helemaal hier. Hij wil zeg maar helemaal zo zitten. Hij doet zoveel pijn. Hij wil echt zo. Zo wil die zitten. En het doet ook niet heel veel goeds voor je borsten. Maar ja, het past wel een soort van. Maar niet echt een aanrader. Dan iets wat ik echt fantastisch vind. Ik denk mijn favoriet. Die heb ik ook meteen gepast. Want er was één item die meer op voorraad. Toen mocht ik wat nieuws uitzoeken. En toen zag ik deze. En ik weet niet wat het is. Maar ik ben gek op ruitjes. Zijn het ruitjes? Vierkantjes, blokjes, motiefjes. Vind ik super leuk. En het is een beetje boers of zo. Misschien heb ik ooit iemand gezien die dit had of zo. Dat ik het daarom zo leuk vind. Maar ik vind het prachtig. En ik trok hem aan. En het broekje had zelfs misschien nog een maatje kleiner gekund. Maar nu knalt het niks af, dus dat vind ik heel erg fijn. Dat is deze mega high waist. Die komt echt tot, je ziet zeg maar je bikini, dan heel klein stukje je ribben en dan alweer het broekje. En ik heb wel van die ribvetjes, dus dat is wel weer jammer. Hij had ook nog iets lager kunnen zitten in principe, maar dit is echt maximaal high waist. Hij is niet heel dik als in shapewear-achtig, maar hij maakt mijn buik best wel mooi plat. En hij heeft wel van die, weet dat hoe dat heet, roefeltjes, dingen. En het topje is wel weer iets, je hebt wel vaker ook gewoon in Nederland dit soort topjes. Weet je, die zijn best wel helemaal gevormd. Dus het vormt niet meer mee naar je, dat is wel vaker zo bij een harde BH of zo. Maar dat is bij dit dus ook, dus het vormt niet meer mee. Dus hij is eigenlijk net iets te groot voor mijn borsten. Het is ook een XL. En ik heb bij alles gewoon de grootste maat genomen trouwens. Dus ik hoef niet eens de maat onder te zetten. Ik neem altijd de grootste maat. Mocht het niet zo zijn, zou ik ze erbij zetten. Maar best wel een grote cup.
En ik vind in principe dat je ook een ander topje hierop zou kunnen dragen. Kijk, dit is het topje. En dat ik hier wel even een aanbeeld van laat zien. Best wel een grote cup. Dit is echt wel zeker een C, misschien wel een D. En het broekje dus, en die is van boven gewoon... Ja, hij heeft een hele mooie zachte band, dus het knelt helemaal niets af. Super blij mee. Nou, deze vind ik dus echt super leuk. Moet ik de top wel steeds een beetje recht trekken. Dan als het goed is van Runway. En daar heb ik shortjes. Ook bij Shein heb ik een shortje besteld. Waarvan ik eigenlijk al wist dat ik niet zou passen. Maar ik vond die shortjes altijd zo fantastisch. Dat dit was volgens mij een van de grootste die ik kon vinden. Dat ik dacht, ik ga het gewoon een keer proberen. Want ik mag het uitzoeken. En anders maak ik dus iemand anders er blij mee. Hij is veel te klein. Denk ik een beetje een 38 of zo. Misschien wel 40. Ik weet het niet. Maar hoe mooi is die? Die shortjes. Daar merk je echt niks van dat je kan zeggen dat het geen goede kwaliteit is of zo. Het is zo'n mooi shortje. Zo leuk. En ik wou dat ik hem kon dragen. Dit is de ideale short voor mij. Gewoon, dit vind ik fantastisch. Maar qua hoe die wijd zit bij je benen vind ik hem geweldig. Het high-waist model, de kleur. Dit zou echt mijn ideale short zijn. Dus... afvallen om dit shortje te passen of zo. Ik vind hem zo leuk. Echt zo leuk. En daar heb ik ook nog een badpak. Dat is weer een beetje, dat is die zwart-witte, zo'n soort, ja, een beetje een dunnig stofje. Het is gewoon niet, het doet niet wat voor je lichaam, zo'n stof. Hij is wel super leuk. Echt heel erg leuk. En ik ben benieuwd of deze past. Hij lijkt wel heel erg klein. En dit is de achterkant. Best wel bloot. En dan hier een beetje zo'n bikini-achtig effect. Oh, dit is zo'n ding. Weet je wel, dat het van achter een bikini lijkt, denk ik. Oh nee, ook niet echt. Maar super cute. Gewoon, dit is zo licht. Het is gewoon echt heel licht, dat is het. Het licht, de lichtste van allemaal. Weegt helemaal niks, dus... Ik weet niet of dat wat zegt over de kwaliteit. Dat mag je zelf beslissen. Deze is ook een beetje net, niet net wel. Het is allemaal gewoon in dit gebied. Is het net te weinig stof. Dus... ja. Van een kledingstuk. Een heel leuk shirtje die goed zit. Dat is deze. Ik vind hem super leuk. De kwaliteit is heel erg mooi. Zacht. Zo'n choker model. Hij sluit mooi aan. Gewoon echt weer zo'n typische top die je ook gewoon in de H&M zou kunnen zien. Heel erg leuk. Echt super mooi. Ik ben er blij mee. Je ziet volgens mij nu heel erg veel met die bloemetjes op van de Chinese website. Kijk, ik was dit vergeten te filmen, dus ik sta nu even bij een andere spiegel. Maar dit is de top. Hij valt dus echt super mooi. En op zich, als je dan een beetje goede baan hebt, heb je hier ook een beetje inkijk. Maar niet too much. Je kunt het ook... Hij valt echt... ja, ik heb geen broek aan, dus ik doe het even niet lager. Maar hij valt best wel lekker. Gewoon heel erg chill. Hij sluit super mooi aan. De stof is heel erg fijn. En ik vind dit ook heel erg leuk. Dus deze is... dit is wel gewoon aanraden. Nou, dan nog iets waar ik never nooit in zou passen. En dat is dit rokje, tenminste. Oh nee, ik heb hem wel gepast, maar het knelde me echt gigantisch af. Hi, Pushmeow. Het knelde me echt gigantisch af, dus dat wordt ook niet voor mij iets. Maar dit soort rokjes heb je daar ook gewoon heel erg veel. Dit is zo'n heel erg leuk ribstofje. Het knoopje zit er nu even los, maar niks mis. Maar heel erg dun, gewoon echt heel erg dun. Maar dat is juist wel fijn, super zomers en leuk. Dus dat is deze. En dan heb ik dus nog... ik heb blijkbaar gewoon 3 badpakken met dit printje besteld. Maar het is weer een totaal ander badpak. En deze paste ik. Die heb ik al best wel lang binnen. Hij was wel... oh ja, hij was wel aan de kleine kant. Dat ik echt dacht van... oh, een paar centimeter in de lengte erbij alsjeblieft. Als je dan dus een plattere buik hebt... krijg je automatisch ook weer meer lengte. Dus hij is wel klein. En best wel V-line volgens mij weer. Maar weer een totaal ander badpak. En hij heeft super mooie details hier. Aan de zijkant. Ook een gevoerde cup, maar veel netter afgewerkt eigenlijk. En je kunt hem hieronder er ook uithalen. Ik vind het persoonlijk een heel erg fijn model. Mooie print, ook lekker grof. En heel hoog. Dus heel degelijk en toch een beetje sexy. Super leuk. Deze is helaas ook toch net aan de kleine kant. Maar weer, zeg maar, dat hier te weinig stof. Maar hij is super mooi. Dit vind ik echt wel, dit is echt een aanrader, dit badpak. Heel erg mooi. Heel stevig. Heel fijn, ja. Ik ben echt even in de war met wat in welke winkel komt. Maar dan heb ik nog een shortje. En die was van de andere webshop. Dus Runway of Shein. En die is ook weer perfect. Gewoon de perfecte short. Ik vind dat best wel moeilijk te vinden in Nederland. De ideale short, dat is voor mij gewoon best wel kort bij je benen. Maar lekker wijd zittend. En boven gewoon best wel hoog.
denim, een beetje gerafeld, printje erop. Super leuk. Deze valt nog iets kleiner dan die vorige eigenlijk. Maar hij is echt super. Zo ontzettend leuk. Dat is wel echt een tip hoor. Als je gewoon wat slanker bent, sowieso heb je daar super veel leuke kleren. Hou op, push me out. Kijk, dit soort modellen vind ik zelf super, super, super leuk. Dan heb ik ook nog van Rose Gel. Daar kan je dus ook echt allemaal rare dingen bestellen. Dit. Dat wilde ik ook wel een keer op AliExpress bestellen. Maar dit is zoiets wat je in je pan legt. En dan kan je dus heel makkelijk bijvoorbeeld poffertjes of zo maken. Ja, dat ga ik waarschijnlijk een keer op social media testen. Vorige keer had ik ook als een eierding. Dat ik uiteindelijk ook op social media gedaan. Ik vergeet gewoon om dat in een video te testen. Wat is dus dit. Super grappig. Dat is al groot. En ik heb dit. Maar dit komt sowieso in Taste and Try. Dit zijn opblaasbare kussens. Dan druk je op en dan kan je pompen en dan komt er heel veel lucht. En dat doe je in je BH en dan krijg je dus echt dikke push-up. En ik heb wimpertjes die volgens mij nog ineens 2 euro kosten. Of 2 dollar. Dat zijn deze. En ze zien er... Ik draag eigenlijk nooit nep wimpers, maar ik vind het wel chill als je ze door de helft knipt. Ze zien er echt super mooi uit. Heel erg dun. Niet zo overdreven, niet zo nep. Ze zijn super cheap, dus dat is ook wel echt een hele erge tip. En... Oh my god! Ik ben dit helemaal vergeten. Dit is het leukste van alles. Dit is een mega eenhoorn. Echt een mega... Ja, maar als ik dat nu ga opblazen, dat ga ik nu niet doen. Nee, dat ga ik niet. Ik ga nu niet. Ik zal een plaatje gewoon even in beeld plakken van die eenhoorn. Want zo ziet het er sowieso uit. 100%. Het is gewoon betrouwbaar bij Rose Gel. Je kijkt gewoon echt wat je op het plaatje ziet. Maar ik ga nu niet een mega eenhoorn opblazen. Dit komt in mijn vakantievlogs. Rup en ik ga naar Frankrijk. Superleuk met de auto samen deze zomer. Naam, school, alles. Wordt echt fantastisch. Daar gaat deze 100% mee. Er komt vast een foto op Instagram. Er komt vast iets op Snapchat. Er komt wat in de vlogs. Dus, oh my god. Hij is echt enorm. Want kijk maar. Dit is echt huge. Ik ga nu niet een mega eenhoorn. Dat is vet veel werk om op te blazen. Vet leuk. Heel leuk. En deze was maar 30 euro. Maar hij voelt enorm stevig en hij is denk ik echt huge. Dus, super cool. Oh ja, ik heb nog één ding, maar dit is dus wel echt verschrikkelijk. Ik weet niet waarom ik het kocht, maar ik dacht chill voor in de badkamer. Het was een soort van nep houten, het leek dan op hout. Zo'n zachte foam. Ik moet zeggen, de kwaliteit, de achterkant ook, is super goed. Echt super goed, zo anti-slip. Ook heel erg leuk patroontje. Mega zacht, echt heel erg chill. Maar kom op. Dit is zo ongelooflijk lelijk. Het is gewoon roze paars. Hij is heel groot, maar dit is zo lelijk. Ik denk dat ik hem... Ik moet zeggen, als ik hem hier gewoon op de grond leg bij mijn ouders in mijn logeerkamer, slaapkamer, dan vind ik het wel gewoon schattig. Dit is een grijze vloer. Maar op laminaat of zo, het zag er echt niet uit. Het kostte het ook van 15 euro, dus ik zou die zeker niet kopen. Ik leg hem nu hier op de vloer. En oké, hij blijft wel heel chill. Die anti-slip is wel heel erg goed. En hij is super zacht. Echt... Enorm zacht. Dus dat is wel cute. Laat ik hem gewoon hier liggen. Dan heb ik nog een badpak. En die vind ik persoonlijk niet mooi. Deze zou ik gewoon niemand aanraden om te kopen. Ik weet niet waarom. Volgens mij heb ik hem nog niet eens gepast. Wel, ik weet het niet. Maar dit. Dit is gewoon zo'n slecht spul. Het is hard. Het is niet mooi. Ook dit. Ik weet niet wat het is. Maar je kunt er ook doorheen kijken. Het is zo'n lelijke stof. Ik vind deze echt verschrikkelijk. Ik had bij de farm ook toevallig precies zo'n badpak gekocht. En die was veel mooier. En hij is ongelooflijk lang. Het is wel een heel net badpak. Het covert alles heel netjes en zo. Maar nee, ik vind deze echt... Ik vind die gewoon echt heel slechte kwaliteit. Dan weer twee kledingstukken. Het ene is weer een rokje. Super mooi. Weer precies hetzelfde verhaal. Hier kom ik echt niet in. Maar zo mooi. En dit is een nep suede rok. Maar weer zo goed nagedaan dat je gewoon... Het ziet er gewoon prachtig uit. En hier kom ik dus absoluut niet in. Maar echt zo leuk. En dan een verschrikkelijke jumpsuit. Je denkt nu nog misschien dat die leuk is. Ik weet niet dat ik het aanbeeld laat zien. Want ik denk, ken je dat je iets aantrekt? En dat je gewoon zelf meteen uit wil doen omdat je gewoon walgt van het beeld dat je ziet. Nou, dit stond... Ik weet dat je nu denkt dat er niks mis mee is. Maar dit stond lelijk. Ik leek echt een heel groot, massief... Donkergroene smurrie. Ja, misschien denk je nu zo niet zo aan. Maar het was gewoon echt heel erg lelijk. Heel lelijk. Ja, ik kan het je wel gewoon verder laten zien. Maar ik zou niemand het aanraden om dit te kopen. Dus vertel maar op mijn mening.
Sorry als ik trouwens een beetje sloom of arrogant uit mijn ogen kijk. Want het kan komen omdat ik super moe ben. Maar ik had wel heel veel zin om te filmen. Dan dit shirt. Die vond ik, ik weet niet, weer zo'n typisch Charlotte basis size shirt eigenlijk. Maar ik vond hem ontzettend leuk. Ik heb hem nog niet gepast. 35% katoen, 65% polyester. Gewoon een heel simpel shirt. Maar ik vind dat colorblock effect wel heel erg leuk. Ik blijf deze leuk vinden, maar het zit echt niet mooi. Het zou mooi zijn als je, zeg maar, zo zit. Ja, het staat mij gewoon niet mooi. Dus. En dan het laatste voor deze video. Oh my god, yes, we zijn er bijna doorheen. En dat is dit. Ook weer zoiets superleuks, wat mij dus niet past. Het is een... ik kocht het dan met de gedachte, hoor, dat ik dacht van, oké, als het niet past, dan ga ik hier iemand heel blij mee maken. Dit is het topje. Dat past wel gewoon, dat super stretchy. Alleen ik snap dus niet goed hoe het werkt, want het is zo'n strapless model. Maar ik weet niet zo goed wat je met die touwtjes moet. Ja, je komt geen aanbod van, want ik past dat broekje niet. Maar dit zit gewoon leuk. Dus weet iemand hoe dat dan moet met die touwtjes? Ik had gewoon hiervoor een strik en dan achter een strik, want aan beide kanten zitten twee van die touwtjes. Dus dat past gewoon omdat het super stretchy is en de omtrek is prima. En het broekje past helaas niet, dus dat ga ik dan wel een setje bewaren om aan iemand anders geven. Ja, dit is een super leuk topje. Maar op zich vind ik het mij ook niet heel erg mooi staan. Maar het zit dan dus zo, hieronder is het dan zeg maar bloot. En volgens mij moet je die dingen dus zo soort van vastknopen. Maar in mijn eentje kan ik echt geen strikker in maken. Dus ik weet niet, maar als je gewoon het figuur ervoor hebt, is het echt super leuk. Dit is dus gewoon weer een XL, hè? XL. Er zit wel een beetje stretch in, hoor, dat wel. Kijk. Maar dat is de max. En er zit een ritje in. Oh my god! Dat was echt heel erg veel. Ik hoop dat jullie het super leuk vonden. Weer een shoplog. Ik probeer dus minder shoplogs te maken, omdat ik geen shoplogkanaal wil zijn. Ik vertelde dat ook in de mukbang. Van, ik wil niet alleen maar shoplogs maken. Ik heb natuurlijk nu ook AliExpress reviews. Dat zijn ook een soort shoplogs. Dus ik probeer dan, als ik kleding shoplogs heb, denk ik een beetje te combineren tot grote shoplogs. Vinden jullie dat leuk? Laat het weten. Vond je het fijn dat er weer een shoplog was? Vergeet geen duimpje omhoog te doen. En vergeet niet te abonneren als je nieuw bent. Ik hoop dat ik jullie zaterdag om 9 uur zie met een nieuwe video. Ik hoop gewoon heel erg dat jullie deze video leuk vonden. Bedankt voor het kijken en hopelijk tot dan. Doei! Oh, vergeet me niet te volgen op social media als je meer van mij wil weten. En van mijn scriptie en alles. Doei!